Alright. Ik ga dat een beetje lager zetten. Dat ziet er keileuk uit. Als je het woord influencer hoort, dan denk je aan die maken filmpjes, gaan op reis en verdienen geld. Ja. Het is heel leuk om content te maken, maar vanaf dat je eigenlijk 2 dagen niks gepost hebt, dan stopt het al. Dit is echt de perfectionistische stijl. Ik heb gewoon vanuit mijn kamer in Lokeren de hele wereld bij, which is crazy. Naar elkaar kijken. Leuk. Heel raar om te zeggen, maar ik kan alles doen wat ik wil. Ik heb het leven dat ik gewoon nooit had van kunnen dromen. Ja, we kunnen er wel van leven. Zeker als jonge meisjes. Kunnen op reis gaan, kunnen leuke dingen doen. Ik wist zelfs niet eerst dat je daar geld mee kon verdienen. Ja, de resultaten zijn hartstikke goed. Als mensen daar iets aan hebben, dan heb ik wel zoiets van oké, dan wil ik wel influencer genoemd worden. Als ik een video heb die niet goed gaat, voel ik mij ook niet goed. Een mens kan zeker eenzaam zijn met 1 miljoen volgers. Slechte comments gaan vaak over ons geloof. Mensen hebben echt snel een vooroordeel. Het is heel onzeker. Het kan opeens allemaal gedaan zijn.